Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van deze serie. En deze serie is Pokémon Shield met alleen maar vuur-Pokémon. We gaan weer verder waar we gebleven waren. We hebben net de ijsgym verslagen. We gaan nu door naar de volgende gym. En zij gaat mij vast vertellen waar dat is. Oh, dat is die Darkness Gym volgens mij. Oh, dat is een stukje. Dat is een stukje. Maar ik moet eerst naar het steakrestaurant. Misschien moet ik eerst even healen. Stel, ik kom die fucking hop weer tegen. Nou, ik neem het risico. Dus volgens mij was dit het steakrestaurant, toch? Ja. Tuurlijk kom ik hop tegen. Maar als hij mij gaat aanvallen, jongen. Als hij mij gaat aanvallen, ik breek zijn nek. Oké, goed verhaal, Stef. Wacht eens even. Hebben ze hier nou een peperdure artefact hangen die onbetaalbaar is en veel geschiedenis met zich meebrengt? Hoe kan dat? Ha, nice, ik wist het. End to the legend. Oké. Gast, boeienkurk. In principe is het spel afgelopen wanneer ik het einde heb gehaald. Dit boeit me allemaal niet, weet je. Dit verhaal is zo in en in slecht. Nee, ik wil geen maaltijd met jullie eten. Ik wil gewoon naar het volgende. Maar goed, de endgame, daar ga je pas Samazenta of Sation vangen. Volgens mij mag ik Samazenta vangen. Ja, leuke Pokémon daar niet van. Maar dat is ook zo langdradig lang. Slaat helemaal nergens op. Oh, mag ik... Ik zie Hop als een soort van wilde tiener wegrennen. Kijk, ik ga daarheen, papa, mama, kijk mij. Flikker op, Hop. Pardon. Sorry, ik ga dit overslaan hoor. Ik ben al 2 minuten bezig, nog geen moer gedaan. Maar ja, goed, de endgame, daar hadden we het over. En dan hebben we het niet over... Oh, nee, shit. Oké. Oh, ik moet wel met Hop vechten, maar ik wil eerst even healen, denk ik. Of ben ik geheeld? Ah, ze hebben me gewoon geheeld. Nou, dan wil ik wel tegen Hop vechten. Kom maar op, ouwe Snikkelpik. Oh, ze hield me nu pas. Hoe dan? Nou, ja, prima. Oké, in elk geval. De endgame. Die duurt echt lang. Is echt saai. Je komt 2 rare gasten tegen. Dan is de vraag, wil ik dat ook doen met mijn team? Het maakt op zich namelijk geen reet uit. Weet je, ik kan er ook 3 masterballen op flikkeren, ben ik ook klaar. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik hoop dat jullie rustig daar begrip voor kunnen hebben. Misschien ook wel. Stel iemand zegt, ik wil heel graag dat zien. Dan kan ik dat doen. Of wat ik ook wil doen is even een paar weekjes pauze nemen. En dan een nieuwe run doen met nieuwe Pokémon. Dat kan ook. Het is wat jullie willen. Ik doe dit voor die 3 mensen die gemiddeld kijken. Nee, het zijn er weet ik veel, 10 of zo. 10 klinkt ook niet veel. Maar wat ik al eerder zei. Je zou maar 10 mensen achter je hebben zitten. Die naar jouw scherm meekijken. Weet je, dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Oh, ik denk dan. Lavrest is ook gewoon zwak. Oh, maar dit gaat hem wel, denk ik. Ik denk dat dit zijn. Dat had hij niet moeten doen. Hij is ook sowieso geburnt. Maakt niet uit of hij geburnt was of niet trouwens. Buffer uit bij de hel. Oké, we gaan wel even een ander Pokémonetje inzetten. Want die wordt niks met Larvesta. Corviknight. Knight. Ah, dat is een rood om even in. Het zal leuk dat we echt midden in de stad vechten. Maar de battle scene eromheen is gewoon in een beetje bergen, een beetje ijs, weet je wel. Het is echt goed gedaan. Ik zal gewoon Thunder doen, kijken of hij gaat raken. Ik hoop het wel. Raken! Yes! Kablot! Paat! Dood! Lekker man! Lekker! Nou, dat is even een Corviknight Knight fainted. Oké, chill. Katoe! Hey, wat doet hij? So, office? Wat? Nee. Ik heb office. Ik heb gewoon eerlijk gekocht, ja. Oké, beetje healen. Halle, kaas of vlees.
Ja, dat is een water-Pokémon, dacht ik, voor een deel of een ijs-Pokémon. Ik weet het niet meer. Ja, dat is geen water-Pokémon. Ik wil even Dark Pulse gebruiken. Bijna de helft. Hé, hey, was hij nog geflinched? Nice. Nice, very nice. Oké, nog een Dark Pulse en dan is het wel weer klaar met zijn binnenkussen. In de volgende run ga ik ook allemaal Pokémon nicknames geven, heb ik besloten. Dat is wel leuk. Dat is gewoon een lekker nicknamepje geven. Oké. Komt er weer bij. Niet lang. Oké. Snorlax, dat is een normal Pokémon. Ik heb een Incineroar met Fighting. Een Fighting move, dus die gaan we gebruiken. Alhoewel, nou als Dark Pulse werkt volgens mij ook goed op normal. Nee, maakt niet uit. Oh, Snorlax. Kijk, deze krijg je op je gezicht. Paf. Oh, dat doet wel iets minder damage dan ik had gehoopt. Nou, als we nog eens twee keer hitten. Ja, vier keer als je elke body slam. Nee, body slam. Elke kick apart rekent, zeg maar. Oké, okay, die is ook klaar voor vandaag. Chilio Bilio. Heerlijk. Oké, okay, welke komt hier nu mee? Incineroar is buffered by the hill. Prima, meid. Een Rillaboom. Switch Pokémon. Oké, okay, dan gaan we starter tegen starter. Jullie mogen raden welke starter gaat winnen. Dat snap ik ook niet. Waarom ze de type disadvantage aan je rivaal geven die 100 keer bevecht. Nou weet ik dat Leon volgens mij, als het ware de broer van, nog niet als het ware, gewoon de broer van Hop, die heeft volgens mij ik kan niet meer praten. Die heeft de, hoe heet die, dat waterbeest meegenomen. Voor welke wie is dit? Het is dat voor Fertini? C. V creates a fireball. Oké, cool. When the user attacks the target with stored power, the more the user's stats are raised. Nou, dat ga ik sowieso niet gebruiken. Oké, okay, celebrate. Ik weet niet wat dat is, maar ik wil het wel even bewaren. Ik heb in ieder geval even headbutt gereed. Goed, Leon heeft dus dat blauwe beest meegenomen. Waarvan ik de naam. Wat kut dat ik de naam echt even niet weet? Nee, maakt niet uit. Waarom heeft Hop niet gewoon de type advantage? Want het, ja, ik vind het raar. Het staat ook helemaal nergens op. Oké, okay, we mogen weer verder. Moet ik zeker zelf een Pokémon hier dit keer, of niet? Yep. Hé, wat een gedoe. Ik weet trouwens ook, aan het sparen wil ik niet zeggen, maar ik heb besloten dat ik ook de DLC voor de Shield wil. Maar ja, goed, ik heb geen zin om nog een keer daar €25 voor uit te geven. Ja, dat is ook logisch. Dat wil niemand. €50 uitgeven voor DLC's. Maar goed. Nou, stream ik nog wel eens. Dus als jullie dat ook willen zien, kijk op mijn Twitch-kanaal. En ik ga proberen om met mijn YouTube-monies. Oh ja, want dat is ook nog een dingetje. Ik ben opeens geen YouTube-partner meer. Ik doe altijd wel, fucking cool dat ik mijn geld verdien met YouTube en zo. Maar ik ben helemaal geen YouTube-partner meer. Ik heb al sinds vorig jaar augustus heb ik geen geld meer gehad van YouTube. Wat ik raar vind, heb ik zin om die te verslaan? Nou, eigenlijk heb ik daar heel weinig zin in. Maar ja, goed, doe maar weer. Maar goed, ik heb gemaild van, hé, hoe zit dat? Waarom? Weet je, want zoals jullie zien, zien jullie wel op al mijn video's advertenties. En iedereen die kijkt erna.
Tenminste, ja, je wordt min of meer verplicht om ernaar te kijken. Dus hoe de fuck kan het dat ik geen YouTube-partner meer ben? Dat ik daar niks voor krijg? Weet je, waar gaat dat geld heen? Steekt YouTube dat zelf in hun zak? Nee, waarschijnlijk wel. Dat vind ik raar. Nou, Lavesta, doe je zwakkelingenaanval. Uh-oh. Ja, oké, okay, dat is vaak geen goed teken. Maar ja, goed, dus ik neem nu donaties aan. Dat doe ik eigenlijk alleen tijdens goede doelen. Maar op mijn... Fuck! Oké, Lavesta is weer dood. Ga ik ook niet eens meer healen. Lavesta gaat uit het team. Ik ben hem helemaal zat. Hij levelt veel te langzaam. Goed, maakt niet uit. Oh ja, dus ik neem nu donaties. Ik zeg nu niet dat jullie moeten gaan doneren. Dat is echt niet het ding. Maar ik wil de DLC wil ik ook af en toe gaan livestreamen. En op mijn Pokémon Sword heb ik hem uitgespeeld. Dus hoe leuk is het dan dat ik de DLC even op mijn shield kan doen, weet je wel. Een beetje streamen, gewoon een beetje communiceren met mensen. En in principe alles wat ik vang, ook qua shiny Pokémon en zo. Weet je, aan het eind van deze run ga ik alles weggeven. Weet je, ik ga het denk ik toch niet houden. Alleen Lavesta stuur ik terug, want daar zit mijn eigen OT aan, zeg maar. Mijn eigen, nou ja, hoe zeg je dat? Zo. Mijn eigen trainer ID. En zo, dus die wil ik wel houden. Maar de rest, dat geef ik terug aan de mensen die het graag willen. Dus daar maak ik nog wel een aankondiging van. Ik zeg van, yo mensen, dan en dan ga ik alles weggeven en join dat. Dus als iemand dat wil hebben, dan kan dat ook al die andere shinies. Ik ga alleen de shinies weggeven trouwens. En het team dat is gebruikt, zeg maar, als mensen dat willen tenminste. Ja, want ik ga toch niet terugzetten naar home, want ik heb al een complete Pokédex op... ja, alles. Oké, okay, we gaan Lavesta wegdoen, mensen. Het spijt me, maar Lavesta past niet meer in het team. En ik ben het ook gewoon zat. Ik ben hier zat, geloof me nou. Ik heb het echt gehad. Leven is geen weddenschap. Ik geef het toe, vuile bitch. Je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Sorry, lieve schat, maar ik ga je nu verlaten. Of zo. Yeah, ik ben een rapper. Moet ik wel even die zoeken, ja. Ik heb dus ook een Duskstone ondertussen, dus ik kan Lampent al evalueren, maar hij leert volgens mij nog een aanval die ik even moet hebben. Wauw. Ik loop volledig tegen die Pelipper aan. Maar ja, goed, dus ja, ik denk dat ik ooit de DLC wel ga pakken. Want het schijnt dus dat je niet het spel hoeft uit te spelen voor de DLC, zeg maar. Oké, ik doe nog één gevecht, dan stop ik de aflevering. Want ik besef opeens dat ik iets heel belangrijks aan het vergeten ben. Maar goed. Een Darumaka. Broemeke! Tegen een Cinderace. Nou, doe een double kick. Dat moet het wel hem de das omdoen. Oh, makkelijk. Oh, een critical. Lekker wel. Lekker Cinderace. Lekker. Oké, okay, wat heeft ze nog meer? Kom maar op, ik kan het hebben. Oh, ik heb het niet gezien. Ik klikte te snel door. Een Blossom? Oh ja, wauw. Ik zit te denken, dat is toch helemaal geen... Dat is toch helemaal geen ijs-Pokémon, maar ik zit al niet meer in de ijsgym, ja. Maar de kans is aanwezig dat mijn volgende run een potion run wordt.
Maar dat vind ik ook wel interessant. Gif. Gif, ik hou van gif. Kijk eens. Ik ga naar een... Zou het Koreaans zijn? Ga ik een Moltres sturen. Wat krijg ik ervoor terug? Een Duskull. Nice, dankjewel. Oh yeah, baby. Let's go. Sorry. Nou, dankjewel voor de Duskull. Veel plezier met je Moltres. Kom in en stikt. Mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik moet hier even stoppen. Ja, hier stop ik. Want dit is weer namelijk een groot gevecht. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Peace.